Onlangs is er besproken dat deze graven hier ja, ten alle tijden mogen blijven en dat ze ja, echt uitgebreid geëerd worden. Wat betekent dat voor jullie? Ja, het is voor de gezin echt fantastisch dat dit zo blijft. Dus dat is ook voor onze kleinkinderen of wat ook. Het is fantastisch. Dus. Ja, dat de graaf zo blijft. Dus vooral voor de nazaten straks. Toen de tijd van mijn vader wordt gedwongen om naar Nederland in te gaan. Het is gewoon een tijdelijk verblijf van 6 maanden, maar het is niet zo. We blijven nu al meer dan 70 jaar. Ik heb een verzoek ingediend bij de BNB en gemeenteraad Almelo. Om de graaf van de Kniel-Ambonese, oftewel de eerste generatie Molukkers, die in gemeente Almelo liggen op verschillende begraafplaatsen, om dat een bijzondere status te gaan geven. En de status gaat inhouden, dat heb ik begrepen, en daar zijn we ook heel blij mee als Molukse belangenbehartiger in Nederland, dat de grafrechten gaan vervallen. Oftewel, daar hoeft voor onbepaalde tijd geen grafrechten meer betaald worden. Waar we wel heel blij mee zijn, dat dit een hele grote teken van erkenning en waardering is voor de Molukse mannen die hier kwamen in 1951. Want zij hebben toch ook jarenlang gediend in het Nederlands leger, het Kniel. En zij hebben helaas niet zoveel respect en erkenning en waardering gekregen de afgelopen 70 jaar, want het is nu 70 jaar geleden dat ze hier voor 6 maanden kwamen. Dus ik bedank ook de burgemeester en wethouders, maar ook de politieke raad van gemeente Almelo met dit teken. We zijn daar heel blij mee. De erkenning van onze eerste generatie is heel erg belangrijk, erkenning en waardering. Want dat is wel de eerste opstap naar heling van het trauma waar wij mee zitten. Nou, ik voel me Nederlandse, maar ook heel erg Molukks. En wat ik ermee bedoel is dat er dat wat nog eens onaf is, hè, onaffe zaken, moet worden afgerond om te kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst.